Als jij partijtje hou, hou je daar een partijtje. Ik hoop niet van ons allemaal genoeg slaapplek vanavond. Erika, schat, ik heb een verschrikkelijke hoofdpijn. Wees een engel en krijg mijn pillen en mijn kamer. En tante? Maak gauw, hè. Met mijn zwak gestel weet ik niet wat ik zo'n raar zou doen. Alsjeblieft, allemaal blijf staan. Kom aan. Ik zal hem krijgen, hij wegkomt. Dat is hij. Mijn nerds heeft hem gesteeld. Check eens dat boe en hij zal hem keer. Ken je niet mijn naam niet? Waarom ken je mij dan niet? Kan je niet onthouden, voor jou vergeet ik niet. Hier is een mens, ik is alleen, waarom nog maar? Maak op je hart, maak op je hart, maak op je hart. Hier is een mens. Wil ik verzekeren, mevrouw Rubenauer. Mevrouw Rubenauer? Jammer. Ja, voor 500.000. En is hier die deel daarvan? Nee. Mijn nerds. Mijn nerds gesteeld. Mijn man heeft hem plat geloop. Ik het niet. Ik het Charlie per ongeluk neergetrek. Hij is slim stukje werk, maar iets is niet lekker nie. Hij heeft mijn netjas gesteeld. Hier, het is op die grond gelegd. Hier is een mens, hier is een mens. Maak op je hart, ik ben niet waar. Maak op je hart, maak op je hart. Hier is een mens, ik ben niet waar. Net zo'n oomblikje, Erika, ik voel je zo lekker. Weer een van jouw aanvallen, tante? Ja, bij pillen, gauw. Dat is zij. Onderzoek haar degelijk. Ik zie niet om ons daar niet een flinter van haar oorblij nie. Breng je die diamanten? Wil je nog steeds die diamanten gesteeld, generaal? En haar juist... Maak niet zaak wat ik denk niet. Breng je die diamanten? Heeft die enig iets te verklaren, dame? Dus kom, mijn dames. Wil je alsjeblieft samen met mij komen voor een persoonlijke onderzoek?
tante is baie siek en ek pas haar op en sorg dat sy gereeld aan medisyne kry. Niks, generaal. Sy is so skoon soos 'n baba se dinges. Ek kan nie begryp hoe jy so seker kan wees dat iets met die loof te doen nie. Jy is te onervare. My ouderdom ruik jy hierdie dinge. Maar elke beweging op die skip laat dop hou. O, generaal. Ek het iemand op die skip geplant. Gaan jy na die kajuit toe om na die bagasie te kyk, skatte? Ek moet 'n bietjie vars lug kry na die besigheid. Ja, tante. Ek hoop net ons is die enigstes wat dan daai klippie soek. Enige iets te verklaar? Ah, ambassadeur van Roven. Geen verdere formaliteite sal nodig wees. Dankie. Ah, Your Excellency. Welcome aboard our ship. Please come this way. Hier, die aankondiging is slechts voor passagiers. Alsjeblieft, die aandacht. Zal alle bezoekers alsjeblieft daarop let dat die Europa binnenkort gaan vertrekken. Ons vertrouwen dat het gaan een aangename reis is. En nou die meteorologen... Hier is die weerbericht. Mooi weer en... Tien cent yen. Is niet 10 cent yen. Waar in die generaal, hulle sal nooit die goedjies aan boord kon kry nie. Iets anders aantrek. Gaan jy so lank boontoe, Erik? Kan ek iets vir jou doen? Nee, dankie. Ek dink ek gaan 'n bietjie lê ook. Ek het rus en vrede vir my siel. Ja. Thank you.
Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, da-da, life goes on. La, la, how the life goes on. Oh, bloody, oh, da-da, life goes on. La, la, how the life goes on. Desmond takes a trolley to the jeweler's stores, buys a 20-carat golden ring, takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, oh, da-da, life goes on. La, 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 how the life goes on. Oh, bloody, oh, da-da, life goes on. La, 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 how the life goes on. Happy ever after in the marketplace, Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sings it with the band. Oh, bloody, oh, bloody, down, life goes on. Oh, mevrouw Robenheim. Laat mij toe mezelf voor te stellen. Ambassadeur van Roven. Ambassadeur? Voor wat land is u ons vertegenwoordig? Monte Carlo. Ik is op pad naar Monte Carlo. Ah, ik heb niet geweten onze diplomatieke betrekkingen met Monte Carlo, nee? Ik begin ons eerste diplomatieke zending. Blij u te ontmoeten, excellentie. Is u met vakantie of is Venetië u inpunt? Kom, Ska, dus met aantrek vereten. Ons is op een zeevaart voor mijn tante zijn gezondheid. Ze heeft kort geleden een groot skok gehad. Zo reist dan altijd wonders, vooral als er iemand aan boord is om je uitzicht te verhelderen. Het is een baie ondiplomatische verklaring voor de diplomaat. Verskoon ons, alsjeblieft. Hij is nogal iets slecht, hè? Hang af van wat je met slecht bedoelt. Ik hoop je zal omtrent dat ik alleen voor jou gezorgd heb vanuit jouw ouders overleden is. Ja, tante. Nou zorg ik voor tante. Ik weet niet wat ik zonder jou zou doen, schat. Laat staan toch maar die vreemde mens. What cabin are they? The old one or the young one? Whisky. Niet slecht, niet glad, niet slecht, niet. Voor ambassadeur om zo glad te gebruiken aan te knoop. Hoe spreek mijn ambassadeur aan? U edele? Met excellentie. Wel, excellentie. Ik is maar niet eenvoudig. Lulu. Eenvoudig? Laat niet zo eenvoudig. En ook niet aan een ziekelijke tante vastgeknoopt. Yes. Zinzano is het. Will you take a check? From the ambassador, I'll take anything, even a tip. Een zingende excellentie. Baie ongewoon. Hulle sing baie graag in Monte Carlo. En is baie romantisch. Dit oefen ek op die skip. Is dit ook om jy so geïnteresseerd is in juffrou Zelida Robenheimer? Dank. Ek is eindelijk meer geïnteresseerd in jou ouderdom. Aandete. Ek moet nou ambassadeur gaan speel. See you later vir oefening.
After many years aboard ship, I've learned one thing. Everyone is unusual, so many varieties and different thoughts, that on a voyage like this, there's always much excitement. I'm a sick lady who's looking forward to a very unexciting trip. Take the gentleman on my right. He's a zookeeper, spends all his time with animals. I suspect he spends his whole life with wine. You're a beautiful girl, very observant. Actually, I'm a detective and suspicious of everyone on board. Die story wordt interessant. Wie zou die leier van die bende wees? And over here we have a real ambassador. Eindelijk verkies ik om op speelders verliefd te raken. En ik verkies diplomatieke diva. Hulle past beter bij speelders. And then we have the beautiful Miss Robenheimer. Italianers denken alle vrouwen is mooi. I know. Miss Robenheimer is the victim. I suspect she's recovering from shock after all her valuable diamonds have been stolen. Everyone is suspect, even her beautiful niece, who is a... I'm a nurse. Oh, I forgot to tell you, I also fall in love with nurses. Ek vermoed sy is niks meer as 'n lokaas nie. Ons sal haar ignoreer. And then finally there is me, the captain of the ship. The captain is suspected of transporting the exotic stolen diamonds across the oceans to faraway countries. So you see, with all these different people aboard, we'll surely have much excitement. After dinner, will you all come and join me for some very special grappa? Maybe you'll all loosen up a bit. And the excitement can begin. Ik heb altijd zo'n vieseke hoofdpijn. Het is zo druk om op mijn kop en dan denk ik dit was... Ik moet onmiddellijk iets om te drinken, want ik weet als ik een dagelijk drink, dan krijg ik zo'n minne pak. The ambassador sends his apologies, but he's retired to his cabin to work. Oh, no. What a pity. You missed the grappa. Questo porta l'ambasciatore. Va bene. En hier kan het niet eens zomaar over passen. Op die manier doet zij bij een verpleeg ervaring op. Je weet, ze is even dat ook nog met trullen van grootskeer. Thank you.
Ek vind altyd 'n mens moet vir hulle 'n eerlike, ordentlike salaris betaal en dan kan 'n mens verwag dat hulle skok het die soort mense wat by kompetense partijtjes toegelaat. Die boottrein vergader, wil ons graag daarop wees dat de ramp zelden of nooit op die zee plaatsvindt. Maar volgens internationale conferentie moet de boottrein op elke passagiersboot te plaatsvinden. Alle passagiers moeten nu bij hun vergadering vinden wees alsjeblieft. Op een gegeven teken zal de reddingsboot neergelaat worden. En in de gevallen van een ramp zal vrouwen en kinders eerst gaan. Aan die reddingsboten natuurlijk. Dames en heren. Dames en heren. Alsjeblieft. Aad. De slechte oefening moet alsjeblieft niet panieken bevangen raken. Is boy or girl? Is girl. Alsjeblieft, dames en heren. Ik moet nog net een beetje op een laag, alsjeblieft. Alles is nog weer normaal en... ik hoop dat je beseft dat alles onder controle is. En die weerbericht is mooi weer in kalm. Hoe jy hier gekom? Selle pad wat die moeder na die strand gevat het. Jou klein snip! Los my! Laat die kaptein toe met jou en dan reg uit huis. Nee, jy skei! Ek kan self loop! Ek dog ons het eers met skawe mense! Los! Hulle skawe is klein wegkruipertjies. En blikskorrel, verstekeling, veel op jou dom. Wie dink jy is jy? Wat van die mense van jou dink? Ek kom ons maak wat ek wil! Jy is nie my pa nie! What's the matter? What's your name, little girl? Toe sê my, wat is jou naam? Waar is jou ouers? Wie sal hulle? Ach, dammit, hoekom het jy jou op hierdie skip weggesteek? Want ek wil die wêreld sien. Jy dink 'n klein astrante snip soos jy kan die wêreld volreis soos 'n bloemelou nas is? Ja. By die volgende hawe, met die eerste geleentheid, gaan jy af van hierdie skip af. Terug huis toe, waar dit ook al mag wees. En jy gaan praat. Al sê wat ons verhoor. Ek sal jy sê. Praat nou, wat het jy in my kajuit gesoek? Hoekom myne? Want jy's ryk en net ryk mense kan my help. En wat op aarde laat jou dink dat ek vir jou... Laat jy nou 'n bietjie stil, ek wil ook iets vir jou vra. Hoekom het jy daar lyk toegedraai in die kombers en dit gewegsteek, hè? Sst, die kaptein sê jy hoor. Die kaptein kan nie Afrikaans verstaan. So wat probeer jy eintlik sê? As jy nie vir my reis betaal nie, gaan ek vir die kaptein daar sê dat jy 'n lyk weggesteek het en in plaas na hom toe te vat. Het jy dit nou alles gesien? Het jy gesien wie hom vermoor het? Weet jy wie die moordenaar is? Ek dink jy probeer my in 'n hoekie dryf. Ja, beslis. En jy kan nie uitkom nie. Hoekom wil jy nie vir my vertel wat daardie aand in my kajuit gebeur het? Want ek wil na Venesië toe gaan. Nou maar wat het dit met die saak te doen? En as ek jou voor die tyd vertel, gaan jy my voor die tyd af die skip afgooi. Jy sit my proppers in die dinges. Jy bedoel anders gaan jy vir die kaptein vertel. I've agreed to take responsibility for her and her passage to Venice. Impossible. She has to be flown back from the first port, Santa Cruz.
According to the ambassador's conference at Prague in 1952, I am solely responsible for the treatment of stowaways. Are you not aware of this? Yes. Yes, I'm aware. Nou goed, jy kan maar saamkom, jy kan jy. Yay! Wat dank u! Ek het geweet jy sal my laat sy! Gee hom asblief een voetjie. Giet gauw een paar keer voor sy wakker. Ek sal graag. Dankie, meneer Van. Alsjeblieft, my naam is Alwyn. Alwyn? Wie sou dit kon doen? Ja, ek geloof verlede. Nee, ek bedoel hom al was het deur as jy voornaam te noem. Dit is nogal een moeilike reis wat vir jou voorlê. Sy het my gesorg van dat my ouers oorlede is. My alles gegee wat ek nodig het. Net, ek wil universiteit toe. Toe reed sy my om te gaan... pleeg, een soort van onbetaalde verpleegster vir haar te word. Op haar manier was sy baie goed vir my. Bietjie dekking, oupa Ali. My oupa was baie ryk, Leroux. Jy het dalk van hom gehoor. Maar toe hy dood was, was daar niks oor. En toe sit ons in die pekel. Kom nou, ou Choppie, kom nou. Sal die mense dink? Ek denk ek gaan flauw word. Sien jy nou, liefie, ek het gesê, hierdie reis gaan interessant. En jy het gesien, mense word rondom my vermoor, en wat doe jy? Van keer ongeerg met tel rap in sy maag. Sy het net een bietje afleiding gezoek. Waar gaan aan? Moet my leven so ontstel. Erika, vat my nou uit. Nou dadelijk, ek moet gaan leer. En meneer die ambassadeur, ek sal het op prijs stel as jy my niggie met rust laat. Alles. Ek sien jy het probleme met jou. Bemoei jou met jou eie sakke. Aandag alle passagiers. En nou kan jy ontspan en een heerlijke bietje inslimmer met terapsie strillende muziek. Jy moet nie asjeblief, ek kan nie stem nie, los my! Wat moet jy hier? Mag ik gekoeld
brandkraan, alsjeblieft. Jullie katten net met mij over jou gesels. Hoor haar gevoelens tegenover jou. Wat bedoel je? Wel, sy het al sê met haar vanavond om 11:00 bij die boonste zwemmen te voeren. Ja, jammer. Hier is een beetje algemene inlichting. Die temperaturen beginnen een beetje koken nou. Maar die weerberig sê, dit gaan mooi weer en kalm wees. Vind die zacht al die reed en die boomrijke lanen. Maar jy het vir my genooi. Maar Gogga het gesê... Gogga, maar wat het Gogga dan met? Op die dek vanochtend. Klein niks vanand van sy pak slak. Ach, toe nou. Sy het maar seker goed bedoel. Maar jy kon dan wegkom van jou tante vanand. Sy is redig baie erg, maar die skok van hom. Ja? Eers al die diamante wat gesteel is en nou dit. Was jy daar toe hulle gesteel? Ja, ons het partijkie gehou en die het my aangeval. Het jy hom gesien? Ongelukkig nie. Dink jy dit kon een van die gasten gewees? Kijk, wat tante is een pullek, moet dan loop. Ek sien, is bedtijd vir kinders. Dag, spoor. Nou gaan die groot mense speel. Nie so haastig nie, Michel Martman. So jy weet. Jou intense belangstelling is Lida raak nou ongesond.
Jy weet te veel van haar na diamante. En jou speurderstalente werk oor tyd. En dis jy al? Niks nog in je rarig pak. Sst! Sta allemaal wakker, Max! Sla elke been in jou als klant een klein lichaam op je breek voordat ik jou oorboord gooi. Sst! Jij moet nou alsjeblieft besluit wat erin wil hê. Kan je al bij hanteer? En nou mag je mij naar mijn kamer toe. Lulu was aan dek bezig om jullie af te leren. Zij heeft alles gehoord. Is hij zeker? Natuurlijk! Wie nog? Aankondiging is voor mensen wat voor de eerste keer voor die evenaar gaan. Als hij wel gelukkig genoeg is om dit te overleven, wil ons net voor die daarop aanwijs dat hij wel bij Venetia zal toe verkwansel jy oupa se vernoot al sy geld en hy sterf sonder sin. Was te jonk om het te onthou, maar dit was toe tante Selida my aangeneem het. Ek wonder wat sy nog als aangeneem het. Hallo? Mislyk, as my oproep van 'n skip. Hallo? Wie goeie liefde is dit jy? Lulu, my engel. Wonderlik om jou stem te hoor. Ek mis jou vreeslik, my skat. Ek wens ek kon nou by jou wees. Is jy nog lief vir my? Natuurlik, my hartlam. Ek is gek oor jou. Is daar iemand by jou? Met die radio. Ek is besig om te pak. Liefling, wanneer gaan ek jou weer sien? Ongelukkig eers in Venetië nadat ek van Zelida ontslaag geraak het. Maar ek verstaan nie hoekom Zelida die diamante het nie. Hoe jy gehad het, ek moes die risiko neem om hulle die land uit te smokkel. Maar hoe gaan jy hulle terugkry? Zelida gaan hulle oor 2 dae in Santa Cruz in my grove skurwepoetjies aflewer. Ek voel amper skuldig dat Zelida al haar diamante gaan. Jy hoef nie skuldgevoelens op haar te verspil nie. Sy het 500,000 versekeringsgeld. Ek sal dit nie vergeet nie. Ek is van plan om daardie paar geldjies ook nog te kry voor ek daar klaar is. Ek het 'n groot probleem hê. Daar's 'n man op die skip wat alles van Zelida se diamante afweet. Sy naam is Michael Markman. Jy moet dadelik uitvind wat jy kan oor hom. Baie interessant. Ek sal dit nou dadelik doen. Maar ek vlieg môreoggend vroeg. Hallo dames en here, dis kaptein van Jaarsveld hier. Ons verwag dat hy van aankoms in Las Palmas is kwart weg môreoggend skiet op. Die meteorologies, die weer moet weer aanvaar. MUZIEK
Ek sal maar liever aan boord bly, skat. Ek voel nie so lekker. Gaan jy saam met die ander geniet dit? Maar moet ek liewer agterbly en staan en nie gesond voel nie? Nee, nee, toe maar. Hier is 'n bietjie sakgeldjies vir jou. Gaan nou, moenie oor my bekommerd wees nie. Toe, 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 gaan nou. Dankie, tante. Baie dankie. Asof hy niks gesteel het nie. Ek verseker jou hy het nie. Hulle twee sal alleen moet terug aan skip. Ek moet die saak aan die polisie rapporteer. Ah, kapitaan Markman. Wel, kapitein Markman. En waar is die juwele? Ek het hulle terug skip toe gestuur, generaal. Die oud. Ons plig is om die diamante terug te kry, nie om die hele wêreld as belang te aanloop nie. Maar hulle is al wat ons het om ons te lei na die oorspronklike dief toe, generaal. Ek het hom byna gevang, maar as hy net ons sê dat verseker 'n 500,000 vir daai diamante uitbetaal het. En jy gee hulle terug. Ek het die diamante teruggestuur as lokaas. Hulle moet ons na die diewe toe lei en dan het ons die nodige bewyse. Jou kaas vir promosie tot majoor is maskaal. Jy is onverantwoordelik, kaptein. Ja, generaal. Ons is in 'n moord betrokke. Hey lol, met ek weet nie hoeveel vrouwense nie. Ons betaal een of ander weeskind sy reisgeld. En jy gee woon op dood kalm en fortuin. Het een gemors gemaakt, kaptein. My sogenaamde beste man wat eers die eenvoudige saak kan hanteer. Ek bring Interpol nou in op hierdie saak. Ons sal sorg dat niemand daar die diamante van boord afsmokkel. Maar geloof. Maar, niks. Ons mandeer fortuin om van jou ambassadeur te maak en wat doen jy? Jy gedraai jou verliefde hoenderdag. Doen my een guns. Gaan terug na jou skip. En as die diamante op een of ander onmoontlike wyse weer in jou hande val. Hou vas aan hulle.
keer, oom. Ek sien nie. Die dings. En die vervolg sal jy maar bietjie versigtig moet wees as jy in vreemde plekke aan wal gaan. Jy moet jou dit nie so aantrek nie. As dit nie vir die ambassadeur was, dan moet ek nie... Jy behoort dankbaar te wees dat jy jou geld teruggekry het. Dis natuurlik al wat hulle wou hê. Hoe voel jy? Baie beter, dankie. Sien? I didn't order any... Alwyn, ek bedoel die ambassadeur. Het toe maar die polisie gegaan. Hy wou nie eers sê ek moet saamkom nie. Kan dit nie verstaan nie. Hy was 'n bietjie vreemd en teruggetrokke. Erika, skat, ek dink dit sal jou die wêreld se goed doen om 'n bietjie vars lug te skep. Ek wil rukkie alleen wees. Dit het gekom. Sien tante dan vir aand. Ja, ja. Ego liefste. Waar is die diamante? Wat doen jy hier? Jy moes al 'n pad Italië toe gewees het om hulle te verkoop. Hulle was nie in die handsak nie. Waar is hulle? Ek het hulle self daar ingesit. Wat gaan aan? Die polisie is agter ons. Die ambassadeurs vind aan boord geplaas om my dop te hou. En hulle wil die diamante gebruik om by my uit te kom. Idioote. Ons sal van hom ontslaan moet raak. Ek sal hulle wegsteek. Ach, kry hulle weg. Ek wil nie die speerders my met hulle vang nie. Wees versigtig, moenie laat iemand jou sien nie. Ego! Jy is reg, Markman is een speel. Kan ek nie glo nie, hier saam met my op die boot. Maar wat van Zelida? Sy is nog steeds verlief op my. Sy weet nie van jou nie. Markman weet te veel, hy sal moet verdwijn. Daar het hy goed. Jy weet, dis die eerste keer dat ek my diamante sien. Trale. Ek wil sien hoe lyk jy goed. De koningin is slechts voor passagiers. Hier volgt nou een speciale verzoekprogramma voor die muziekliefhebber. Muziekliefhebber. Dat de thee nou bediend zal worden. Het is mooi weer en kalm. Hey, dat is mijn neer! Hallo! Vertel me, je hebt die kelder vermoord! Jij hebt beloofd om tot Venetië te wachten! Ah! Lulu, dit is Lulu! Zij die de venster klimt, zij dan beskiet Lulu in! Reg! Is jy bereid om my te help? Ja. Erebo. Ja. Stroo. Ja.
daar, hoe gaan het met jou? Ons gaan drinken drankje. Een lekker Campari en soda, hoe sal dit wees? Is so'n beetje laat vir drankies. Ach, toe man, ons gaan kyk een beetje daar boven die kapteinse brug. Hulle sê daar is een storm op zee. Of wat van een bootje tafeltennis? Hulle is beslis nie in die kaptein. Jou naïwiteit verstom my. Ek sal jou sê wat ons doen. Ons gaan een bietjie dobbel. En ek wet jou. Ek gaan jou in hierdie speletjie klop. Hierso, my sleutels. Dis soek my jylle kajuit. Maar net nie as ek hier is nie. Ek is kieskeurig oor my geselskap. Deze skaap. Ek gaan die diamante hierin van die verdomde skip af smokkel. Waar is hulle? En jy wil die speelder van kant maak. Jy kan nie as een manier dink om die diamante hier uit te smokkel nie. Hier is hulle. Die plek bemel van die politie, ek het een ander plan. Goeiemorgen, generaal. Ek het nog nie die diamante. Ondersoek allemaal. Verskoon my as ek voorbarig is, generaal. Maar ek dink regtig, dit was 'n fout om Interpol in te sleep. Die skurke is nou op hulle hoede. Die diamante moet ons een of ander tyd na die oorspronklike diewe toe. As jy die diamante nie in Venesië het nie, kaptein, is dit klaar mee. Loop nou asseblief voor ek moord pleeg. En die generaal bedoelde... Bringing memories of you. Oh, darling, my darling, where are you? Your love I am needing. Beloved, I wait in the moonlight just for you I'd sing. Valencia, where there's passion in the song a lover sings beneath the moon. Valencia, where I'm waiting in the garden for my loved one to come soon. You're young.
nie met 'n gewone revolver kon regkry nie, gaan jy dit sekerlik nie met daai ding doen. Ons gaan hom nie meer vermoor. Ons het hom lewendig nodig. Hy is die enigste persoon wat nooit ondersoek word. Hy gaan persoonlik vir ons die diamant by die polisie in die douane kry. Hier, por favor, 12 refrescos y 12 pedazos de pasteles para cada uno de mis amigos. Gracias. En watter soort tart wou jy gehad het? Ons het sjokolade, pineappel en Spaanse suurlemoentart met room. Ek kan die Spaanse tart aanbeveel. Hier, Diane Koningin, is slechts voor Alma. Daar is definitief geen rovers of smokkelaar aan boord hierdie skip. Zoals ze interpoel. En nou wil ons graag die passagiers herinneren dat vandaag het onze speciale dagen voor die kinders, die kleingoed. In die kleedkamer, kleederkamer, is daar een kinderpartij met de baie melketert polonaise en ravioli pannenkoek. En voor die van jullie wat iets anders wil, kan je ons aanleiden dat die maken net wat die wil. Nou weer die weerberug, mooi weer en kaart. Jou slimkop om met diamante saam met die speeder aan wal te stuur. Hy sal het nooit achterkom nie. Ek is dol op jou en jou misdadige gedagtes. Ons moet net eers van Zelida ontslaan raak en die buit is ons. Gelyk op? Meer of min. Meer vir my en minder vir jou. Ja, good evening, ladies and gentlemen. As you know, this is the last night aboard the ship. Tomorrow, we arrive in Venice. The crew, the officers and I have enjoyed having you with us. Now, I would like to thank one special guest who's entertained us all with his singing, His Excellency Alwyn van der Hoeven. Would you step up here, please, Your Excellency? On behalf of all the present passengers who have enjoyed your singing, I'd like to present you with a special gift. Thank you very much. Pleasure. Ek dink nie ek is hierdie mooi geskenk werd nie. Nogtans, dankie mense. Baie, baie dankie. Oh, God.
dink jy sal ons miskien op prys stel om wel die waarheid te hoor voor ons môre uitmekaar gaan? Zou je wel die groot mensen helpen speel te spelen, hè? Weer losse! Ik kan niet zijn, niet! Wat gedaan? Dit is een paar feestgaan. Nee, dit klink ernstig. Op mij! Nee, I know! Oh. Help mij! Wat ik ons moet gaan kijken. Hier gaat dus ook weer. Vang op! Was niks weg. Ik kom net betreeds af. Wat doen jij? Moet je om je eigen zak. Laat mij inkom, alsjeblieft. Eerlijk waar, Erika, ik kan alles verduiken. Ik wil niks van jouw stories weten. Alsjeblieft, laat mij klaarpraat. Ik is niet getrouwd, niet was nog nooit getrouwd. Die foto is niet echt, niet. Dus net om die ambassadeurstory echt te maken. Jij is hier eerst ambassadeur. Ik denk toch zeker niet, ik zal al jullie eens mijn soetkoek opeet niet. Maar ik praat die waarheid, mijn rechte naam is Michael Markman. En ik is hier om jouw tante zien juwelen te krijgen. Enjoy your affair, Mama. Jy is ontslaan, Markman. Dit gaan ons 'n fortuin kos om al die passasiers deur Interpol te laat ondersoek. Ja,
Generaal. Ah, it's one of the stolen ones, all right. Place her under arrest. Ons maak nou vordering. Nie aan jou te danken. Generaal, ek dink dat ek nou genoeg bewys het. En met die getuienis van hierdie dogtertjie behoort hulle 'n strawwe vonnis op te lê. Nie jou getuienis nie, nog die van hierdie onbetroubare dogtertjie. Van hierdie onbetroubare dogtertjie sal van enige waarde in 'n strafsaak wees, nie kaptein. En laat my asseblief nou met rus. Delira. Het jy daai ring op Lulu geplant? Ek wil jou nie vir myself hê. Ons pas by mekaar. Jy is net so gemeen soos ek. Ek het Erika so lank na die hotel gestuur met wat oorbly van die koffers. Jy en ek het nog besigheid om te doen. Jy sê my nog voorstel aan daai skakelman van jou. Kom. Stel Jumbo. Hoe gaat het met die bezigheid? Niet zo goed als die diamanten niet. Juffrouw Robenheimer, Jumbo. Aangenaam. Heb jullie die clippies? Morgen 10:00 op je kop. Jij zal natuurlijk... Contant. Die 500,000... Contant. Juffrouw Semme, is het werkelijk waar die Leroux verzamelen? Dit is die Leroux verzamelen. Schitterend. Het is meesterlijk om zo'n beroemde, bekende... versameling vir so lank te kan versteek. Kontant. Jammer, jy is nie majeur nie, oom. Doe maar as niks nie. Hier in Venetië maak ons net soos ons wil. Maar oom, jy is dan nie eens meer polisman nie. Ek sê jou sê, ek en jy gaan die diamantstorie hier in Venetië oplos. Jy het 'n vermoeiende dag agter jou, skat. Gaan jy weer dadelik terug hotel? Ek wil nog so 'n bietjie rondstap. Sien jou later.
bemoei jou met jou eie sake. Toe, stoot hom, man. Stoot dit, man, stoot dit. Erika! Erika! Jou oupa Leroux, sy voornaam is Johannes Jacobus Marius. Johannes Jacobus Marius! Kan jy my hoor? Erika! Wat maak jy? Hoekom stop jy, man? Erika! Jou oupa het sy geld met diamante gemaak en toe hy dood is, het jou tante Lida dit gesteel. Hy het dit gesteel! Die diamante is joune! Dis joune, Erika! Hoe weet jy? Want ek is 'n eksisteerder! Jy weet mos! Dat ek nie sonder jou kan bestaan nie. Jy weet dat jy ook nie alleen kan bestaan nie. Dit weet jy goed. Liefling, kan ons nie maar vergeet en vergewe. Al herinnerings nooit vergaan nie. Jy weet dat niemand ooit in jou plek kan staan nie. Dit weet jy goed.
Gangers. Kyk, dit maak nie saak wat die weer is nie, of dit storm, of dit koud is, of dit sneeu, aardbewings, enigiets, maak glad die saak. Al waarin jy moet dink, is die les van hierdie storie. Dis al. En die les is, moenie baklei, hou aan vry.